Hallo en welkom bij deze Airsoft Unboxing. Vandaag gaan we het hebben over de Humrex HK G36CV Electric Blowback AEG. AEG houdt in Automatic Electric Gun. En Electric Blowback kun je nu zien. Nu gaan we kijken naar wat er in de doos zit. In de doos vind je onder andere een handleiding. Hierin staan een paar punten die misschien handig kunnen zijn als je nog niet zoveel van Airsoft weet. Verder vind je er een high cap magazijn in. Dit houdt in dat er veel BB's in passen, in dit geval 470. Ook heeft Humrex er een grip bij gedaan. Deze bestaat uit twee delen. Het ene deel waar je de grip vasthoudt en het tweede deel waarmee je de grip vastzet op je geweer. Het is een elektrisch geweer en functioneert dus op batterijen. Deze worden echter niet standaard meegeleverd in de doos. Dit houdt dus in dat je zelf nog naar een batterij moet gaan zoeken, wat het risico met zich meebrengt dat je de verkeerde koopt wat je geweer kan beschadigen. Als je je toestel echter bij Hess van Zweden koopt, krijg je de batterij erbij. Het is een Elite Force 8,4 volt small type batterij. Precies de ene die wordt aangeraden in de handleiding. Ook geeft Hess van Zweden er de Smart Charger bij. Deze geeft aan wanneer de batterij wordt opgeladen en wanneer deze vol is. En als die vol is, stopt hij met opladen, waardoor de batterij niet overhit kan raken en hij dus langer mee zou gaan. En dan nu naar het belangrijkste onderdeel van wat er in de doos zit, namelijk de G36CV. Het geweer bestaat voornamelijk uit hoge kwaliteit kunststof. De onderdelen die doorgaans het meeste verduren krijgen zijn echter wel van metaal, zoals de knoppen, de flashhider en de gearbox van binnen. Ik ga het geweer met jullie van achter naar voren bespreken, waarbij we aan de achterkant de sniperstok vinden. Deze is helemaal solide op 4 gaten na. Deze 4 gaten zijn voor de bodypins, zodat je deze niet kwijt kunt raken. Ook kun je het HK trademark vinden, wat een van de vele details van het geweer zijn. Verder is het unieke van de G36CV dat de stok uitschuifbaar is. Wat niet uniek is bij de G36-series, is dat de stok inklapbaar is. Dat kan met deze knop gedaan worden. Verderop vind je hier het eerste punt waarop je de draagriem kunt bevestigen. Het geweer kan volledig links- en rechtshandig gebruikt worden, wat voor mij een groot voordeel is, aangezien ik linkshandig ben. Bijzonder is dat voor de trigger een ontspanknop zit, waarmee je de spanning van de veer af kunt halen. Wat je niet moet vergeten nadat je geschoten hebt. Nog een mooi detail is dit. Hierop staat het serienummer en het merk van het geweer. Verderop vind je 3 rails waarop je accessoires kunt bevestigen, zoals de grip. Niet elke airsoftfabrikant monteert deze rails er standaard bij. Onderop vind je onder andere 2 andere punten waarop je de draagriem op kunt bevestigen. Zoals al eerder benoemd is de flashhider van metaal. En dan nu als afsluiting de beoordeling. Het uiterlijk beoordeel ik met een 8, omdat ik het geweer er met al zijn details goed uit vind zien. De bouwkwaliteit geef ik een 9. Dit is omdat het geweer erg solide aanvoelt en er geen rammelende onderdelen zijn. Wel had ik de punten waar de draagriem op bevestigd kan worden het liefst iets sterker gezien, waardoor je 100% zeker kan zijn dat deze niet zullen bezwijken. Voor realisme geef ik het een 8. Dit is omdat de stok de hulzen hindert als deze uit het geweer zouden schieten. Verder is het natuurlijk wel erg realistisch dat het geweer blowback heeft. Dit was deel 1 van een driedelige series over de G36CV. Als je niks wil missen, abonneer dan voor meer video's in de toekomst. Bedankt voor het kijken.